Duurzaamheid. In de programmabegroting staat dat de gemeente Enschede ook de komende jaren veel werk wil maken van duurzaamheid. Dat lukt alleen samen met inwoners en andere partners in de stad, zoals woningcorporaties en scholen. En wat de bedoeling is dat we met partijen in Enschede, van bedrijfsleven tot en met gemeente en van woningbouwcorporatie tot bijvoorbeeld ook zorginstantie, met elkaar proberen elkaars krachten te versterken en een aantal stappen vooruit te maken in de stad. En het kan gaan over duurzaamheid, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over zorg voor ouderen. En het kan gaan over de positie van mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt die we bij de economie betrekken. Dat allemaal bij elkaar willen we proberen in een aantal maatschappelijke investeringsopgaven. De Enschedese Vrijnetschool heeft enthousiast meegedaan aan een spaaractie van doegroendatscheelt.nl. Tijdens deze actie konden scholen sparen voor zonnepanelen. Punten konden verdiend worden met klimaatvriendelijk gedrag en duurzame acties. Ons als leerkracht leek het een goed initiatief. Alleen wij vinden natuurlijk niet alleen belangrijk wat de leerkracht vinden, maar of de kinderen het ook interessant vinden. En de kinderen waren heel erg enthousiast en ze hebben ook de meeste uiteenlopende dingen hebben ze gedaan om het tot een groot succes te maken. Zoals 5 minuten douchen kun je doen, zodat je niet te veel water verspilt, waren ze heel erg over te spreken. Er zat echt de kleuterzaal met een briefje op school kwam van kijk eens, ik heb weer 5 minuten gedoucht. Maar ook vooral de oudere groepen die gingen echt dingen bedenken van hoe kunnen we zelf nou bijdragen. En zo heeft een 5-6 groep is bezig geweest met recycling en is dan zelf van papierpulp, hebben ze weer eigen bakjes gemaakt. Ja, en dat is natuurlijk wel geweldig dat dat uit de kinderen zelf komt. Een van de uitdagingen die je moet doen is kies allereerst voor wat bewezen technologie is. En kies ook, zeggen wij ook, zoveel mogelijk voor passieve isolatie of passieve verduurzaming. Zaken die gewoon blijven en waar mensen het meest aan hebben. Aan de andere kant, de technologie verandert enorm snel. Ik bedoel, 10 jaar geleden waren zonnepanelen exoten. Nu vindt iedereen die eigenlijk dat je zelf je dak moet hebben. Dus sta open voor nieuwe ontwikkelingen. Komt er een nieuwe prachtig parabolisch zonnepaneel? Kijk of je er wat mee kan. Naast dat wij natuurlijk meer hebben gedaan voor het bewust maken van de kinderen, want dat is eigenlijk ons doel geweest, van de kinderen bewust te maken van de leefomgeving om zich heen. En van hoe ga je eigenlijk met die duurzaamheid om? Hebben wij daarvoor zonnepanelen teruggekregen. Ze zijn inmiddels geplaatst op het dak en dat was wel echt een unicum om met de kinderen naar te kijken. En hoe werkt dat nou en hoe gaat dat? Er zullen echt nog wel strubbelingen komen, maar op dit moment denk ik dat het enthousiasme wat in de investeringsopgave zit, dat leidend is en dat gaat lekker.